Garcia Paraghsing wordt de nieuwe procureur-generaal van Suriname. Zij neemt vanaf 13 april het roer over op het Openbaar Ministerie als waarnemend PG. De huidige PG Roy Bainat Pandey, die 7 jaren in functie is, gaat per 12 april met pensioen. Paraghsing wordt breed gedragen en heeft genoeg kennis en ervaring aangaande het werk dat uitgevoerd moet worden. De regering is daarom ook akkoord gegaan met haar voordracht. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zei gisteren dat de regering zoveel als mogelijk zou werken met de lijn van opvolging. Ik denk dat de regering in dit stadium gaat voor een waarnemend PG. En later dus dan voor een, het benoemen van een functionaris in, als procureur-generaal. We gaan zoveel mogelijk de hiërarchie volgen dat nu daar is. En we gaan kijken als er een kandidaat komt om nieuwe PG te, dus de functie van PG in te vullen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gisteren voor aanvang van de wekelijkse ministerraadsvergadering. Gistermiddag heeft de regering kennis gemaakt met de aankomende waarnemend PG Garcia Paraghsing.